Welkom, in deze serie bouw ik een smulpaapbord na. Een tijd geleden ontstond het idee om het smulpaapbord uit de Efteling na te maken. Twee afleveringen verder en het houten frame is klaar. Het bord staat in de verf en de sierbloemen staan erop geschilderd. En nu is de hoogste tijd om het bord helemaal af te maken. Dus, welkom bij de laatste aflevering van het bouwen van het smulpaapbord. Ik begin eerst met het bepalen van de hoogte van de tafel waar meneer Paap achter zit. Ik trek eerst een horizontale lijn, wat meteen de hoogte is van de tafel. Vervolgens begin ik met het schetsen van meneer Paap. De schets staat op het bord, dus ik kan nu beginnen met het schilderen van meneer Paap. Nu de schets af is, plak ik de tape op de rand waar de tafel begint, zodat het een strakke lijn wordt. Zoals je ziet is het vlak boven de tafel rondom meneer Paap rood gekleurd. Het was natuurlijk makkelijk geweest als ik de buitenkant ook zou kunnen afplakken met tape. Ik kies er deze keer bewust niet voor om de buitenkant af te plakken. Dit doe ik omdat wanneer je tape in een ronde plakt, er vouwen ontstaan in de tape. Onder de tape zou dan verf kunnen komen zitten, dus dan krijg je geen strakke rand. Voor de rode achtergrondkleur gebruik ik gewoon de lak die ik ook voor het bord heb gebruikt. Ik probeer meneer Paap zo min mogelijk te raken. Om wat meer diepte te krijgen, maak ik aan de buitenkant een donkere gloed. Dit doe ik door een beetje zwarte acryl aan de lak toe te voegen. In deel 2 heb ik uitgelegd welke kleuren ik precies gebruikt heb. Onder deze video staat een link van deel 2, zodat je de kleurnummers nog kunt terugkijken. De achtergrond van meneer Paap is nu geverfd. Ik laat het een nacht drogen. De verf is droog, dus ik kan nu beginnen met het schilderen van het hoofd van meneer Paap. Nu ga ik beginnen met het hoofd van meneer Paap. Zoals je ziet is deze kleur een beetje beige-achtig. Ik gebruik als basis de primaire kleuren die ik heb gekocht als lak. Dat zijn de kleuren rood, geel en blauw. Om een andere tint te krijgen bij het schilderen van meneer Paap gebruik ik naast de basiskleuren acrylverf. Dus bijvoorbeeld voor het hoofd heb ik de gele kleur lak gebruikt en daar voeg ik dan wat rood toe, zodat het wat meer rozig van kleur is. Het blijft een beetje spelen met de kleuren tot het gewenste resultaat.
ruwe versie van het hoofd van meneer Paap staat, dus ik ga weer verder. Ik vertelde jullie dat ik als basis de kleuren van de lak gebruikte, maar bij deze slabber heb ik witte lak gebruikt als basis. Daaraan heb ik wat groen, blauw en bruine acryl toegevoegd om de schaduwlijnen en de diepte te laten zien. Het volgende wat ik ga schilderen is het mes. De kleding wordt groen. Met donker en lichte kleuren schep ik diepte. Na het schilderen van de tafel ga ik verder met het kannetje. Ook bij het kannetje creëer ik diepte door met lichtere kleuren te werken. Ik benadruk hiermee ook de ronde vormen van de kan.
De eerste laag van de friet begint met een bruine donkere tint. Deze bruine donkere tint is de slagschaduw van de friet. En nu ga ik verder met het bord. De slagschaduw van de friet die laat ik drogen en ga nu verder met de handen. De handen bouw ik op met eerst de basiskleur, waarna ik met de donkerdere acrylverf de schaduw van de handen ophaal. De pul schilder ik in een grijze kleur. Ook hier benadruk ik met kleurverschil de vorm van de pul. Om mijn rug te besparen heb ik het bord even opgehangen. Ik ga verder met de friet. Frietje voor frietje kwam het bord vol te liggen. Krijgen jullie al honger?
Omdat de randen hele fijne lijnen moeten worden, neem ik een bruine stift om de randen te accentueren. Om het bord een nostalgische uitstraling te geven, heb ik gebruik gemaakt van decor patina in de kleur antiek bruin 431. Deze patina breng ik aan met een kwast en daarna haal ik de gewenste hoeveelheid weer weg met een doek. Dit kun je doen totdat je tevreden bent. Op schaduwplekken bijvoorbeeld laat ik de patina wat meer zitten als op oppervlaktes. Het is nu tijd voor het laatste schilderwerk. Wat ik als laatste ga schilderen is de kleur goud. Het laatste wat ik aan kleur toevoeg is de kleur goud. De gouden verf zorgt voor een chique afwerking. Eerst ga ik afplakken. De kleur gebruik ik bij de rand, de sierbloemen en bij de letters. Het geeft altijd een heerlijk gevoel om deze tape te verwijderen, dan zie je het eindresultaat. Het bord is nu helemaal geschilderd, maar ik wil het bord nog extra beschermen tegen weer en wind. Daarom ga ik het bord nog lakken met jachtlak. Ik ben uiteindelijk tevreden over het eindresultaat. Maar omdat het bord buiten hangt, wil ik het bord toch beter beschermen tegen weer en wind. Dit doe ik door jachtlak te gebruiken. Dit is super goede lak die ook gebruikt wordt bij jachtschepen. Dit betekent dus dat het bord goed beschermd wordt tegen water. Het is een doorzichtige lak met een matte glans. Ik ben heel tevreden met het eindresultaat. Heel wat uurtjes werk in.
Het bord is nu helemaal klaar. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de comments. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer dan op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot in mijn volgende video's. Later!